Zo. Op naar de wasstraat. Hij is weer vies, hè? Heel smerig. Ik zeg vooral op mijn dak hierboven. Ligt echt helemaal onder. Ik weet niet wat voor vogels je hebt, maar ze zijn in afval. Volgens mij zijn het gewoon duiven. Ze zijn niet verstopt. Nou, en die zitten altijd in de bomen precies boven de auto's. Daar zitten ze het liefst. Ja. Nou, we hebben een klusrijke rit, geloof ik. We moeten dingen afdroppen, we moeten een foto maken, we moeten van alles en nog wat. Dus hou rekening met wat breaks. Zo, heb jij wat te vertellen? Nee, echt helemaal niks. Ik heb een hele week vol met werksessies gehad. Ik ben er nogal wel aan het verwerken, dus... Oké. En jij? Maar je hebt toch ook een artikel geschreven, of niet? Oh ja, dat is waar, ja. Ik heb voor Customer Talk heb ik een artikel geschreven. En dat gaat over de devaluatie van advertenties. En wat merken daar bijvoorbeeld mee zou kunnen doen. En natuurlijk zeg ik dat ze per direct moeten beginnen met mooie originele content schrijven. Ja. En daar vertel ik dan verhalen over van wat bijvoorbeeld hele goede cases zijn van mensen die daarin slagen ook voornamelijk. Ja. En bottom line daarin is eigenlijk dat mensen dat heel leuk is om campagnes te maken bijvoorbeeld. En om ervoor te zorgen dat je exposure haalt door je gezicht heel veel te laten zien op het internet. Maar dat het nog veel belangrijker is om echt een dialoog aan te gaan met je klanten. En te vertellen over je product, hoe geweldig het wel niet is. En echt in het leven van je klanten te zijn. En is dit voor iedereen geschikt? Voor elk soort online geldverdiener? Nou, ja, jij vroeg dat ook aan me toen we binnen waren. En ik vond het wel een valide punt. Waarschijnlijk niet. Er zijn een heleboel grote merken. Als je kijkt naar de Coca-Cola's en merken die veel meer op eigenlijk alleen maar op beleving gaan. Ja, ja die hebben daar niet zo heel erg veel mee. Hoewel als je bijvoorbeeld kijkt naar Red Bull. Red Bull die heeft gewoon, dat is gewoon een suikerdrankje, meer niet. Maar die krijgen het wel voor elkaar om heel erg leuk events te organiseren. En daar ook hele relevante content van te maken. Kijk bijvoorbeeld naar, hoe heet het, die mooie film met die snowboarders erin. Ja, ja, ja. The Art of Flight. Prachtige film, nou ja. Als je op die manier jouw merk kan communiceren, dat is gewoon heel erg gaaf. Ja. Maar dit is dus waardevolle content. En dan gaat, dat was ook een beetje de samenvatting. Dat campagnes en banners, dat die eigenlijk zijn waarde verliezen zodra de pot leeg is. Terwijl als je mooie content maakt, dat het gewoon jaren meegaat. Ik bedoel, die Art of Flight, dat is bij wijze van spreken 3-4 jaar geleden gemaakt. En dat is nog steeds even relevant. Een heel goed punt. Vooral dat vind ik echt een goed punt. Ja. Dat banners die gaan voorbij. Goede content, dat blijft bestaan. Ja, en het blijft ook werken. Ja. En natuurlijk kan het zijn dat je bedrijf verandert of dat je focus verandert. Maar dat kan je altijd nog wel een draai geven. Je kan het bijwerken. Veel mensen die denken dat als een artikel of iets gemaakt is, dat het dan in steen gehouden is. Ja. Ja, het zou inderdaad voor Red Bull als die ineens beslissen van we gaan voortaan ons richten op gezinnetjes. Ja. Dan hebben ze ineens gewoon ontzettende klote content. Ja. Dan moeten ze Oké, maar het is ook wel grappig, want die hele content van Red Bull slaat natuurlijk helemaal nergens op, hè? Nee, dat heeft niks met het drankje te maken. Nee. Maar, en het grappige is, heeft ook heel weinig met een doelgroep te maken. Want, tenminste in Nederland. Ik bedoel, ik zie eigenlijk alleen maar tieners rondlopen met dat leuke suikerdrankje. Ja, maar het spreekt vooral ook tieners aan, denk ik, toch? Ja, maar als je kijkt wat de actoren zijn, of de acteurs zijn in hun materiaal, dan zijn dat spectaculaire mensen die vliegen en ja, maar dat vinden jongeren toch tof? Ik bedoel, ik vind dat weinig aan. Ja, precies. Inmiddels. True. Ik heb geen zin meer om een nek te breken. Vroeger kon me dat niet zo van schelen toen ik nog een uk was. Dus nee. Het is inderdaad, het spreekt dan die inderdaad, die doelgroep. Voor mij is het ook langzamerhand minder interessant geworden om een nek te breken. Ja. Maar ja, en
wat ik vaak zie is, want er zijn een heleboel leuke campagnes die ook echt waarde hebben, maar die worden nog steeds gezien als campagne. Een aantal van onze grote klanten die hebben dat ook. Die hebben baasjes in de organisatie zitten die willen scoren. Ja. En die maken dan iets heel erg gaafs. Slagen er bijna in om iets heel erg moois te maken wat voor de lange termijn is, maar investeren daar niet in omdat ze eigenlijk scoren per campagne. En helemaal niet op de lange termijn of weet ik wat. En die gedachte die zie je ook heel erg terugkomen in hoe mensen content maken. Ja, ja, ja. Dus. Ja. Nou goed, het artikel die stipt dat eigenlijk alleen maar aan. Ik probeer daar ook vervolgartikelen over te schrijven. Maar. En is het ook een beetje het artikel over dat je menselijk moet proberen te zijn? Of gaat het daar eigenlijk helemaal niet over? Dat je een beetje de ouderwetse winkelier moet proberen na te spelen? Ja, dat was inderdaad... Dat waren twee voorbeelden die ik gaf. Dat als je een dialoog wil aangaan met je klanten, dan moet je dat oprecht doen. Moet je dat doen zoals een slager doet. Ja, precies. Of als een wijnhandelaar doet. Die heeft het over wijn en die vertelt zo van, luister, dit is een hele lekkere wijn, maar wist je dat er ook nog een heleboel andere opties zijn? Of nodig mensen uit voor een wine tasting? En dat helpt jou ook verder in het handelen. Dan blijf je lekker dicht bij je product. En je merkt dat een heleboel, als je bijvoorbeeld een wedstrijdje houdt of weet ik veel wat, dat het heel erg snel niets meer te maken heeft met het uiteindelijke ding wat je wil verkopen. En als je nou content verkoopt, hoe zou je dat dan doen? Ja, dat is een heel erg goede vraag. Nou ja. Dat is een hele goede vraag, want dat is precies het probleem waar een heleboel contentmakers ook... vragen bij hebben nu, want ze merken, onze online kranten, of onze kranten die merken van, we verkopen geen fysieke advertenties meer, want die zijn minder waard of minder interesse. Onze kranten online die merken dat advertentieinkomsten ook steeds meer teruglopen. En dat geldt ook voor een heleboel blogs. En die worstelen heel erg mee van, hoe zorgen we ervoor dat onze advertenties relevant zijn of onze inkomstenbron niet opdroogt. Ja. En de vraag is of advertenties daarin een belangrijke rol kunnen spelen, wat ze nu heel erg doen. Of dat ze andere verdienmodellen, zoals, een mooi voorbeeld wat jij noemde, hè? Mensen die een soort van pay-per-view-achtige content maken. Hè? Mensen die zeggen van, ik wil heel graag dat jij fijne artikelen schrijft over een bepaald onderwerp en daar betaal ik voor. Of moet je juist gaan proberen om met nevenactiviteiten je content te financieren. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat is de weg waar de muziekindustrie op af is geslagen. Hè. Die zeggen van, we verdienen ons geld niet zozeer met de verkoop van muziek. Ja, ook heel veel. Maar concerten worden steeds belangrijker. Dat is voor muzikanten wordt het belangrijk. Muzikanten, niet voor de industrie. Niet. Nee. Muzikanten die verdienen heel veel met optredens. En dat is raar, want muzikanten die verdienden hun geld met optredens. Als je muzikant was, dan trad je op en daar verdiende je geld mee. Ja. Ineens kreeg je geld omdat mensen op de radio naar je muziek luisterden. Ja, en het was ook zo dat elektronische muziek heeft daar ook een soort van verandering in gebracht. Want vroeger had je dus kamers vol met synthesizers staan. En dan om daarmee on the road te gaan, als eenvoudige elektronische kunstenaar, dat is heel erg moeilijk. En live performances zijn ook wat moeilijker, waren moeilijker. Maar tegenwoordig zie je ook een heleboel succesvolle DJ's en producers die knikkenbollend op het podium staan en dat zit. Super saai. Nee, maar worden de lichtshows en dat soort zaken, die worden dan steeds belangrijker. Ja. En ik kan mij concerten van Underworld herinneren. Dat is prachtig. Okay. Dat is, maar daar ga je helemaal op in de trance van de muziek ook. Dus dan is het optreden van de persoon een stuk minder belangrijk. Maar dat wordt inderdaad optreden. En dus nevenactieve. Ik zie dat zelf bij bijvoorbeeld... ik sprak laatst met de... hoofdredacteur van Smashing Magazine. En ik vroeg hem van, hoe verdien je geld? Nou, voornamelijk nog met inderdaad met advertenties. Ja. Maar ze zijn aan het proberen om dat op een andere manier te doen. Dus ze zijn evenementen aan het organiseren. Oh, laag. Dus er komt nu het eerste Smashing
conference, congresje. Daar gaat de camera aan. In Freiburg, Duitsland. Ja, want het is een Duits magazine, toch? Ja. En jij bent daar net aangesloten, geloof ik. Ja. En ze geven boeken uit. Ja. Tegenwoordig zijn ze net mee begonnen. Dus ze proberen op andere manieren dat concern, want het is een soort van concern, dat proberen ze nu draaiende te houden. En dat is voor hun ook echt een geldgenerator? Daar zijn ze heel veel aan het proberen. Ze zijn aan het zoeken naar andere manieren dan advertenties, omdat ze toch inderdaad zien dat die advertentieinkomsten worden minder. Ja. De mensen hebben een hekel aan advertenties. Ja. Ze hebben zelf heel veel moeite met designtechnisch, hoe je die advertenties zorgt dat ze unobtrusive zijn, maar toch, ze moeten obtrusive zijn. Ja, ze moeten dus aandacht trekken. Ja. Nou, dat is mijn belangrijkste bezwaar op een soort van websitebouw manier. Ja. Is dat je gaat een concurrentiestrijd aan met jouw content. Dus eigenlijk jouw verdienmodel concurreert met je contentmodel. Ja. Wat heel erg raar is. Die twee die zouden elkaar eigenlijk moeten ondersteunen. En zoals events bijvoorbeeld heel goed ook content kunnen ondersteunen. Ja. We gaan echt een hele mooie nieuwe route aan. Nou, dit hebben deze hebben we al eerder gehad. Ja, alleen aan de andere kant op. Ja. Leuk. En ik vind dat echt heel erg interessant. Vooral die zoektocht en de innovatie die dat losbrengt bij een heleboel mensen. Dat is maatloos interessant. En ik wil daar ook meer aandacht aan kunnen besteden. Ja. Want het verdienmodel van mensen die hele mooie content kunnen maken, ja, dat moet gebeuren. Ja. Want anders sterft mooie content uit. Dan krijgen we alleen maar... Ik denk dat mooie content... Kijk, je hebt heel veel winstcontent. Dus dat is van de hele grote uitgeverijen. Ja. Waarbij het gaat om winst maken in eerste instantie. En content is gewoon een van de vele manieren waarop ze dat doen. Ja. En je hebt niche content. En dat zijn mensen die met liefde content maken. Ja. En die hoeven niet bakken met geld te verdienen. Die willen gewoon... Die willen zichzelf kunnen bedruipen. Genoeg geld hebben om van te kunnen leven. Ja. Dat kan je zien als een soort van... klassieke winkelier die gewoon goede dingen wil verkopen. Ja, precies, ja. Zoiets. Maar worden die twee, die staan elkaar niet in de weg overigens, hoor. Ik zie ook een heleboel mensen die echt, die precies, die mensen die op Kickstarter staan, die connectie met hun publiek hebben gemaakt en waanzinnig succesvol zijn met het binnenhalen van goede funding voor hun producten. Ja, maar dan gaat het, kijk, dan halen ze een leuk bedrag op, maar dat is niet... als die massa niet communicatie ophaalt. Het gaat gewoon om genoeg geld, of meer dan genoeg geld, maar om goede content te maken. En het doel is ook altijd om goede content te maken. Ja, precies. Voorop. Ja. Goede dingen te maken. Of, die goede content, je merkt dat het op twee manieren is, want we hebben het er wel telkens over. Hey, hoe kwantificeer je dat dan? Maar wat ik merk bij een heleboel contentmakers, dat ze zeggen van ja, ik ben nu eigenlijk een algemeen verhaaltje aan het maken. Je wil eigenlijk lekker diep op een onderwerp in kunnen gaan. Maar dan krijg ik een disconnect met een heleboel, met het overgrote deel van de lezers. Hè, dat heb je bijvoorbeeld, als je schrijft voor Frankwatching, moet je eigenlijk schrijven voor de complete breedte van kijkers op Frankwatching. En daar hou ik dan ook rekening mee. Ja. Ja, een heleboel schrijvers die zeggen dan van nou, ik heb veel liever dat ik een hele kleine groep mensen kan bereiken, maar dat ik dan heel veel informatie kan overgeven. Ja, en dat is een overweging, dat is ook een strijd om daar ook iets winstgevends van te maken. Dat is natuurlijk ook altijd van ja, wat is je publiek? Ja. Er zijn hele specialistische content magazines. Nou ja, weet je, daar komt geen marketeer op kijken, dus je hoeft geen simpele taal uit te slaan. Je hebt gewoon te maken met peers. Maar inderdaad, op een nogal simpel blog als marketingblog als Frankwatching of Marketing Facts, weet je, dan moet je gewoon je toon een beetje aanpassen zodat
Ja, wat ik vaak doe is enthousiasmeren en dat soort dingen. Die helpen daar. Het is een andere manier van schrijven. Je hoeft niet per se naar beneden te praten, maar je merkt wel dat de details weggaan. Of ja, nou ja, goed, het is een heel klinische onderbouwingen en zo, die zullen als ik bijvoorbeeld minder relevant zijn. Een workshop geef aan designers, ja, dan heb ik ook andere taal dan als ik aan developers praat. Ja. Ja, dat is zeker. Ja, ik vind het schrijven, dingen schrijven, dat is wel heel erg fijn. Je kan je ook een beetje verdiepen in hoe je content samen kan stellen. Ja, dat is ook leuk. Ik leer er echt van. We zijn er alweer ook, hè? Het is lekker druk ook. Ja. Oh ja, en het is prachtig weer, mocht het nog niet zijn opgevallen. Nee. En daarom gaan we straks ook een foto maken. Maar jij bent dus van de Smashing aan gaan schrijven, hè? Ja, klopt. Ik, Hoe is dat zo gekomen? Ik schrijf nog steeds de Daily Nerd bijna elke dag. Hè, waarbij ik dus commentaartjes schrijf bij artikelen die interessant zijn voor designers en webdevelopers. Ja. En dat is best veel werk eigenlijk. Dus ik zat een beetje mee van, dat is toch iets als 2 uur per dag wat ik elke avond in mijn vrije tijd besteed daaraan. Ik zat een beetje mee van, hoe moet ik daar nou mee verder? En ik heb ook andere side projects, gewoon dingen die ik leuk vind. En toen sprak ik op het Mobilism Congres, wat een heel goed congres was. Daar sprak ik Vitaly Friedman, dat is de chief editor van Smashing Magazine. Mm-hmm. En hij volgt de Daily Nerd al sinds het begin. Okay. En ik vertelde hem dat ik het, wat te druk vond, dat ik niet meer wist wat ik ermee moest doen. En toen zei hij van, dan kom je, wil je misschien het op Smashing Magazine publiceren. Ja. Dus de Smashing Daily bestaat nu. Elke dag wordt het op Smashing Magazine gepubliceerd. En dat is een, laten we zeggen, een iets grotere groep mensen. Ja, precies. Want zij hebben een hele, zij hebben al een eigen doelgroep, zeg maar, erbij. Ja, het is dezelfde doelgroep. Dus ja, zijn het ook nerds en designers? Nerds en designers. Het is echt dezelfde doelgroep. Dezelfde mensen die we willen bereiken. Ja. Alleen hij heeft een veel groter bereik. Ja, gaaf. Ik had, 100, 150 unieke bezoekers per dag op de site. Uh-huh. 1000 per maand had ik, 1000 unieke bezoekers per maand. En Smashing Magazine heeft 12 miljoen unieke bezoekers per maand. Ah, kijk, dat is net iets andere orde. Een heel andere orde. er zijn er geen 12 miljoen unieke bezoekers per maand bij voor de Smashing Daily, maar ik weet maar zeker staat dat... Wel, je staat wel af en toe op de homepage, zag ik. Ja. En dat is wel heel erg tof. Ja, het is echt heel tof. En heb je nu een enorme storm van nieuwe volgers en zo op je Twitter en zo? Ja, ook. En ik merk dat ik ook meer lezers heb op de Daily Nerd ineens. Oh, oké. Dat is heel typisch. Dus mensen komen nu naar de Daily Nerd, terwijl op Smashing Magazine wordt het een dag eerder gepubliceerd allemaal. Ja. Ik wou zo het Polish pakket als Polish. Je is. Zeker, heb je luck? Het slaat eigenlijk nergens op, hè? Nee. Ja, dat is ook een viertje nemen. Een viertje dan? Dat is alleen van de lak, hè? Oké. Okay. Alleen beschermde lak, dat is eigenlijk niet op. Glanswax is het ook nog eens, weet je. Glimmer gaat hij toch niet meer. Gaat deze echt niet meer. Dat zijn jullie eigenlijk aan het maken. Ik zie jullie wel vaker met dat ding. Ja, we documentaire maken ze of zo. We filmen, we praten over ons vakgebied terwijl we aan het autorijden zijn. Als we naar de Wasstraat gaan. Ja. En ik heb wel eens zoiets gezien op tv, een nieuwe serie. Zijn jullie dat? Nee, we zijn niet op tv. Nee, is op het internet. Op het internet, oké. Wat is 7,5? Oké, dan moet ik even pinnen. Ik moet naar voren. Ja. Een nieuwe kijker! Viertje, was het droog. Ja. Nee, dank, pas maar onderin. Jo. Je bot? Daar gaat onze shownote, dat we weer de Polish pakket nemen. Akkoord. Dankjewel. Jo. Hey, goed weekend. Ja, ook. Doei. Maar dit is ook goed, hè. Dit is gewoon een goede verkoper die zegt... Ja, dit heb je helemaal niet nodig. Dat heb je helemaal niet nodig, doe maar een... Doe maar de goedkope. 2 keer zo goedkoop. Oh, echt waar? Ja. Oh, cool. Kunnen we meer besteden aan hosting.
Ik zet hem weer in zijn achteruit. Zei, nee! Ik deed het echt. Ze vroeg nog of ze was werd opgenomen. Ja, die zat in de film. Ja, dat merkt ze niet. Dat is, ze wees naar de camera van kant B. Moet je ook naar kijken hoor, dat is heel leuk. Ja. Nou, feedbacks dan maar, hè? Ja. Heb jij nog feedback gehad? Nee, maar ik heb wel iets nieuws ontwikkeld. Ik heb de Wasstraat audio heb ik op cloud, even kijken hoor, SoundCloud gezet. Oké. Is dat zo? Weet ik niet, wat is dat? SoundCloud is een, eigenlijk waar heel veel muzikanten hun muziek op zetten. Oké. Okay. En daar kan je kan daar dingen mee, je kan daar geld mee verdienen, maar het is voornamelijk om gewoon op een hele leuke manier ook muziek te laten, of audio te laten horen. En wat je dan ziet is een soort van strookje en daarin zie je ook hoe de audio eruit ziet. Dus je ziet de grafiekje van de muziek. Oké. Okay. En dus, dus stel je voor dat je dubstep hebt, dan zie je waar de drop zit. Ja, precies. Voor de mensen die het graag willen zien. En het leuke is, je kan dan ook commentaar geven in de audio. Ik ken het wel, ja, dat is heel mooi gedaan. Ja. Maar de reden dat ik dat deed, was dat Flipboard, een hele mooie applicatie op de iPad, die heeft ook een deal gemaakt met SoundCloud. Dat je dus audio van SoundCloud kan luisteren terwijl je door je Flipboard aan het bladeren bent. Ik denk van nou, dat wil ik wel proberen. Dus vanaf nu kan je zoeken op, in je Flipboard kan je zoeken op audio en Wasstraat. En dan kan je toevoegen en dan kan je gewoon luisteren naar de Wasstraat terwijl je lekker door je artikel aan het kijken bent. Dat is echt tof. Ja, dat is een experimentje. Dus, maar ik ben heel benieuwd wat jullie hebben, wat de kijkers ervan vinden of de luisteraars. Nou, dat kan ook op iPhone. Ja. Of iPad. Maar op een iPhone zit je wel eens in de trein of zo en dan koptelefoontje op en dan ga je er naar luisteren. Handig. Ja, precies. Ja, dat was eigenlijk ook de reden waarom ik het op waarom ik ook een audio stream maak. Ja. Maar dit, ja, vooralsnog. Er waren niet zo heel veel luisteraars, want het gaat dan via iTunes en niet iedereen vindt iTunes interessant. Nee. Maar hoe heet het dus? Er zijn nu genoeg mogelijkheden om ook de audio te bekijken of te beluisteren. En voor de rest, ja, niet zo heel veel commentaar gekregen. Nee, ook niet op. Misschien was het omdat het vakantie was voor. Dat kan, ja. Voorjaarvakantie. Ja. Ik heb zelf ook heel weinig promotie ervoor gedaan. Ah, dat was het. En ik heb hem niet eens teruggekeken. Ook niet eens met Kiki. Oh. Nee. Nou, die mist gewoon wat. Ja. Maar dan heb je er nu twee achter elkaar. Ja, nee, we gaan nu. Oh ja, en ik heb geprobeerd om alles HD te doen. God, het was even een flinke klus. Want we kwamen erachter dat we niet genoeg schijfruimte hadden bij Vimeo om alle fragmenten neer te zetten in full HD. Dus uiteindelijk heb ik het maar een beetje half HD gedaan. Ja, het is echt, voor het internet is het echt ook meer dan genoeg. Ja, kom nou, ik bedoel, het zijn onze gezichten, dus in alle eerlijkheid, ik hoef niet in HD op het internet hoor. Maar ik vond het wel een leuk experiment. Ja. En dan zie je tenminste wat voor spullen allemaal op de achterbank zitten. Dat kan je dan daar wel heel goed zien. Oh jongens, de ster. Oh, en voor het eerst gaan we straks waarschijnlijk even knippen we even erin. Want jullie hoeven ons niet. Je hoeft geen lege auto te zien als wij straks de foto maken. Hey, nu hebben we deze weer wel. Ja. De draaiende wappers. Nou goed, Smashing Magazine dus. Ja. Ik ben er echt wel heel erg blij mee. Ja, maar ik vind het er ook tof uitzien. Het ziet er heel gaaf uit. En ja, ik word ook gedwongen om inderdaad na te denken over. Of niet om meer te doen voor de content. Dus alleen. Het is niet meer alleen notities. De tekst is niet meer goed genoeg. Ja, ja, ik moet echt ook opletten op de titels. En ik moet.
plaatjes erbij zoeken, een paar plaatjes per dag. Ja, ja. Dat is echt ook veel meer werk, maar het wordt er inderdaad ook wel beter door. Ik was echt wel onder de indruk van die Vitaly Friedman, wat een enorme attention for detail die jongen heeft. Ja. En dan zie je dat echt zo'n oog voor detail en die dingetjes, dat gewoon net het verschil maakt tussen aardige content wat mensen wel leuk vinden en echte kwaliteitscontent waar een hoop mensen naar komen. Ja, inderdaad. Ja. Oh, even kijken of we hem weer daar neer kunnen zetten. Of zullen we hem ergens anders neerzetten? Ja, het is niet echt een hele mooie plek hier, hè? Nou ja, je hebt dat als achtergrond. Het gemaal. Oké. Okay. Zet ik hem hier neer. Even kijken. Ja, maar als deze doet... Die moet dan niet op het plaatje staan. Nee. Oh, wacht. Dus steek hem even over het gras. En dan zetten we laat je de neus die kant op staan. Hè? Op het gras zetten? Ja. Ja, als dat kan tenminste met de auto. Kan wel. Ja, precies. Nog perfect. Maar uitkom. Ah. Zo? Ja. Fantastisch. Oké, jongens. Je ziet een tijdje niks, maar wij knippen erin. Dus voor je dat weet zitten we hier weer. Oké, nou. Nu gaan we nog even langs onze collega's. Op de andere vestiging. We moeten nog even wat afleveren. Ja. Maar wat ook erg leuk is aan Smashing Magazine is dat ik er gewoon voor betaald word. For real? Dus ik word betaald voor het schrijven van goede content. Oh, dat is heerlijk. Dat is echt wel tof. Dat is een goede stok achter de deur ook. Dat je er ook aandacht aan mag besteden. Ja, dus wat ik nu ook doe is dat ik echt de hele maandag, dat is normaal mijn vrije dag. Mm-hmm. Maar dan zit ik dus gewoon de hele dag... De Daily Nerd te schrijven en dan nog twee avonden in de week. Dus, Oké. En dan verzamel je dan van tevoren? Of ja, dus, ja, maar ik heb een enorm backlog. Dus echt iets als... Nou, ik heb denk waarschijnlijk wel iets als 200 links die ik nog moet lezen of zo. Dus ik zit voorlopig nog wel even goed. Ja, ik vind het echt heel erg indrukwekkend. Gewoon, al was het maar omdat als ik de Daily Nerd echt wil lezen... Dan ben ik daar sowieso al 2-3 uur mee bezig om het ook echt de leuke dingen ertussenuit te krijgen. Als je alles zou willen lezen, ja. Maar meestal vind ik het ook echt allemaal heel erg interessant. Ja, nou, het idee ervan is dat er voor iedereen wel iets interessants in zit. Ja, ik ben een generalist, dus dat is mijn fout. Er waren een paar reacties van mensen die de Smashing Daily nu dus voor het eerst lazen. En die zeiden, ja, kan je de linkjes niet groeperen? Dus met een headingje erboven van het CSS en een JavaScript en design. En ik doe dat bewust niet. Dus het zijn 10 linkjes ongeveer per dag. Ja. Zodat mensen ook eens wat lezen wat ze niet interesseert. Of ja, ook precies, eens wat tegenkomt wat ze anders zouden overslaan. Dat ze per ongeluk leuk zouden kunnen vinden. Ja, precies. Ja. Ja, dat vind ik ook. En dat is ook de waarde van de Daily Nerd. En je ziet de Daily Smashing. Ik moet er even aan wennen. Smashing Daily. De Smashing Daily. Ja, maar de Daily Nerd bestaat ook nog steeds, hoor. Ja, maar je doet ze nu dus wel allebei in het Engels. Daily Nerd was al in het Engels. Oh, serieus? Oh, dat heb ik echt niet gelezen. In het begin was hij in het Nederlands, maar hij is nu al sinds november is hij in het Engels. Wow. Ja, dat is wel, maar dat is sowieso al een publiek verbreder, neem ik aan. Ja, dat was natuurlijk al een, absoluut. Cool. Dat was een collega aan de telefoon. Goed. Die zag dat er een Smashing Conference is. Oh, oké. En daar wil hij eigenlijk wel heen. Ja, en terecht. Ja, het is in Duitsland, in Freiburg, bij het Schwarzwald. Oeh, wat in het Schwarzwald? Of, Nou ja, ik weet niet precies. Freiburg ligt bij het Schwarzwald. Oké. Okay. Dat is een lekkere taart ook, heb ik gehoord. Schwarzwalder Kirsch. Het is, oké. Ja. Ik word wellicht uitgenodigd, zoiets schreef Vitaly vannacht. Dus okay. Misschien dat ik daar ook heen ga, maar dat weet ik nog niet. Oké. Okay. Het sprekerscircuit.
Ja, lach hoor. Ik vind het echt wel heel erg tof om. Ik vind het echt heel fijn dat ik nu voor Smashing kan schrijven, omdat anders was ik nu gestopt. Ja, ja, dat zou echt zonde zijn geweest. Het zou zonde zijn geweest en ik heb nu ook een lekker groot publiek en dat toch op de een of andere manier. Ja, dat heeft toch wel waarde of zo. Ja, ja, dat maakt het verschil ook. Ja. Plotseling kan je. Kan je ook, is er een grotere kans dat je een dialoog kan beginnen met vakgenoten of met mensen met andere meningen of andere perspectieven erop. Ja. En dat is vooral heel erg leuk. Wat krijg jij ook uit jouw community? ook links toegestuurd? Van hey, check dit even uit. Of, soms. En ik reageer er over het algemeen niet zo heel veel op, want ik heb al meer dan genoeg. Mm-hmm. Dus ik moedig dat niet specifiek aan of zo. Nee. En ik neem aan dat wat je nu gaat krijgen is natuurlijk dat mensen gaan zeuren om een linkje. Oh, om geplukt te worden. Dat zou heel goed kunnen natuurlijk. Ja. Nou, daar ga ik sowieso niet op in. Nee, inderdaad. Ik ga alleen maar link alleen maar naar dingen die ik echt interessant vind. Ja. Ja, want je moet er ook voor zorgen dat een beetje consistente content hebt. Zou jammer zijn als, tenminste dat heb ik altijd, als je er dan achter komt, oh maar hij werkt voor bedrijf XYZ en op die manier is dit voor hem belangrijk om weet je wat, een bepaalde boodschap naar buiten te krijgen. Of, ja. En mijn boodschap is, ik wil dat het web beter wordt. Dus ik wil gewoon dat de kennis die ik heb, of de kennis die mensen opschrijven, dat andere mensen daar wat mee gaan doen. Ja. Weet je, ik bouw maar zo weinig websites, maar er zijn al die mensen die ook websites bouwen. Ja. Ja, dat is een hele goeie. Dat zou onze tagline moeten zijn, in plaats van Het staat als bij een bio ook aangegeven. Van, dat ik heb een access of knowledge, ik heb een overvloed aan kennis. Ja. En ik vind mijzelf maar een iemand met een beperkte hoeveelheid kwaliteiten en talent. En ik denk dat er andere mensen zijn die veel betere, mooiere dingen kunnen maken met de kennis die ik heb. Ja. Daarom deel ik mijn kennis. Ja, precies. Daarom heb ik ook les gegeven op de Hogeschool van Amsterdam. En daarom doen we dit ook. Ook, ja. Dus, ik ben er heel blij mee. Ja. Om heel veel redenen. Ik was 2 weken geleden naar het Mobilism Congres. Dat was wel een heel interessant congres. Dat is een congres over het mobiele web. Dus niet specifiek over mobiel, maar niet globaal over mobiel, maar over het mobiele web. Ja, dus niet over de apparaatjes? Nee, dus niet over de hardware, ook niet over native apps. Maar over hoe websites zich zouden moeten gedragen op mobiel. Ja. Erg interessant. Het was 2 dagen hier in Amsterdam, in Tuschinski. Uh-huh. De eerste dag vond ik zelf nog wat deprimerend. Dan ging het vooral eigenlijk over wat we nog niet kunnen. Dus het ging over een groot deel van de sprekers die vond op de eerste dag dat het doel van het mobiele web moet zijn om dezelfde soort vette, mooie applicaties te kunnen maken als native apps kunnen. Ja. Dus dat zou het doel moeten zijn. Maar was dat een klaagzang aan de webdevelopers? Of? Nou, dat is meer aan de browsers, dat het te traag gaat. Dus dat we gewoon sommige dingen niet kunnen die wel heel makkelijk met native kunnen. We kunnen bijvoorbeeld geen foto's maken. Ja. En dat kan met native wel. We hebben geen toegang tot het file system. En dat kan met native apps weer wel. Ja. Dus dat zijn. Het ging vooral daarover. Ja, dat is wel jammer. En dat was heel frustrerend eigenlijk. Het was de hele tijd van dit kan niet en dat kan niet. Er was er ook nog een spreker en die sprak over tv. Over wat er. Op tv's heb je tegenwoordig ook internet en hoe dat dan is. Ja, precies. En dat het eigenlijk alleen nog erger was. Het is echt zo. Ja. Zo deprimerend was het allemaal. Dan heb je niet 3 browsers, maar 40. Ja, en we waren echt allemaal na afloop van dag 1 waren we allemaal een beetje van, nou, damn, is dit het nou? Ja. Gaan we hiermee door? En toen
Nou, gelukkig op dag 2 was het echt een hele andere. Het was echt een hele andere conferentie ineens op dag 2. Er was een mooi verhaal van Scott Jensen. Die vertelde over dat je niet moet kijken wat het web niet kan. Je moet kijken wat het web wel kan en wat native niet kan. En dat is heel veel. Er zijn heel veel dingen die native applicaties niet kunnen. Zoals bijvoorbeeld linken. Ja. Je kan niet linken. Dus een native applicatie heeft geen URL. Nee. Dus daar kan je niet naar linken vanaf een andere device. Ja, en tussen enorme, applicaties ook. Dat is een enorme waarde. Ja. Want dat mis ik heel erg in de mobiele. Als je het dan hebt over apps, is dat het apps zijn. Het zijn eilandjes. Het is zeg maar alleen de blikopener van je zakmes. En de blikopener kan niet delen met de kurkentrekker. Ja, precies. En delen is wel echt iets heel erg. Sorry. Ja. Maar delen is een wezenlijk onderdeel van wat we doen. Van het internet, ja. Ja. Van dat een foto pas echt is zodra die op internet staat. Ja. In plaats van als hij van papier is. Dat is gewoon een heel interessant nieuw ding. Dus ja. Een foto is pas echt als je hem op al jouw apparaten kunt bekijken. En als je hem alleen maar kunt bekijken op je eigen. Als alleen maar mensen met een iPhone hem kunnen bekijken, dan was Instagram natuurlijk nooit zo groot geworden, denk ik. Want heel veel mensen konden. Je kon die foto twitteren en iedereen kon hem bekijken, ongeacht vanaf waar het was. En de reden dat Instagram een native app was, was omdat je geen foto's kunt maken met je iPhone, met je mobiel. Ja, precies. Ja. Vanaf een browser. Ja. Een browser. Maar het is ook zo, ik merk, de native apps die zorgen er wel voor dat het heel erg eilandjes blijven, toch? Dus stel je voor. Voordat er echt slimme telefoons waren, ja. Zet je bijvoorbeeld al je foto's zet je op Flickr in de Moordwaarstraat. En ja. Al je content zet je op je blog of je blogger, weet ik veel wat. Ja. En nu merk je dat elke app zijn eigen omgeving en zijn eigen dienstverlening ook lijkt te hebben. Dus dat Instagram-foto's komen alleen bij Instagram terecht. Ja, misschien kan je die wel delen, maar het doel is om bij dat Instagram zeg maar toch wel de belangrijkste eindhalte is. Ja, ja. En ja, ik weet niet. Het verspreidt zeg maar je intellectueel eigendom om het zo maar even te noemen. Ja, maar goed, ze hebben allemaal API's. De meeste van die applicaties. Mm-hmm. En je kan dus foto's van Instagram kan je automatisch op Flickr zetten. En foto's van Flickr kan je automatisch naar je Dropbox plaatsen. En dan heb je alles lokaal staan. Ja, maar. Dus je kan zo'n een kettingreactie van API's aan elkaar koppelen. Best interessant, denk ik. En dan heb je het allemaal weer. Ja, natuurlijk. Ja, nee, er zijn wegen om dat te regelen. Maar ja, de vraag is natuurlijk ook of de appmakers dat ook willen. Of ze, of ze daar dan ook geld mee verdienen. Die hebben er belang bij om iedereen. Zoals Facebook nu aan het doen is natuurlijk al een hele tijd. Ja. Een soort van hun eigen internet aan het starten. Ja. Ik hoorde pas geleden iemand zeggen die zei van eigenlijk zijn we die walled garden waar we het vroeger over hadden met MySpace en daarvoor AOL het net in Nederland. Ja. Dat was eigenlijk een soort van eilandje waar van internet waar buiten je eigenlijk niet kon. Alles daarbinnen moest daar binnen gebeuren. Eigen soort internet, DDS was dat ook, digitale stad. Ja, maar daar kon je nog linken naar de rest van het internet. Ja, ja precies. Ja. Maar je had wel pleintjes en huisjes en weet ik veel wat. En die gast die zei ze van, ja eigenlijk maken we een telkens grotere walled garden. En dus dat Facebook de next walled garden is. En dat we op een gegeven moment ook krijgen van het internet is eigenlijk niet gebouwd als gecentraliseerd ding. Nee. Het is een gedistribueerd netwerk. Ja. Dus ja, eigenlijk is Facebook een soort van virus. Een soort van pukkeltje die eigenlijk. Ja, wel erger dan een pukkeltje. Ja, een griep. Een chronische griep. Ik wil net. Gaat er niet over. Nou, dat is de vraag. Ja, maar nog niet. En dat was ook de stelling. Nee, voorlopig niet inderdaad. Nee. En het web blijven. Dat zijn meerdere dat soort theorieën. Je hebt natuurlijk op een gegeven moment riepen mensen het web is dood. Ja. Iedereen gaat native. Ja, dat geloof ik niet in. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee.
En daarna, nu heb je weer mensen die zeggen, nee, al die native dingen, dat zijn korte blipjes. Ja. Dat zijn... Aan de andere kant heb je ook mensen die zeggen, ja nee, dat internet, dat is gewoon een tijdelijk raar ding. Dat is iets, zoiets bizars. Dat gaat vanzelf weer over. Dat denk ik ook niet. Ik denk zeker wel dat het zal veranderen. Maar het gedistribueerde aspect van het internet is wel iets wat heel erg veel vrijheden, heel veel mogelijkheden biedt. Ja. Het is een soort van smoes voor iedereen om zijn eigen gang te kunnen gaan. Ik denk gaan. Dat het misschien nog wel gedistribueerder gaat worden. Daar zijn mensen mee bezig. Ja. En die willen af van het feit dat er heel veel dingen op het internet worden centraal geregeld. Ja. En die kunnen dus ook centraal geblokkeerd worden. Bedoel je dan dingen als e-mail en DNS? DNS, hosting. Dus er zijn heel veel bedrijven, of mensen, vooral individuen die zich om privacy bekommeren. Mm-hmm. Die zijn bezig om te kijken of dat internet niet volledig gedistribueerd kan worden. Ja. Dus dat je huis centraal is of zo? Op elke computer een stukje internet staat. Ah, oké. Okay. In plaats van dat alles op servers staat. Ja. Ja, dat kan tegenwoordig wel. Computers zijn er krachtig genoeg voor. Ja, tuurlijk. Krijg je natuurlijk wel zo van, mag het niet alleen op jouw computer staan? Dan moet het echt al een soort van redundant staan. Een soort van... Het idee was toch wel om er iets als een... Hoe heet dat? Torrent-achtig internet van te maken. Ja, peer-to-peer internet. Ja. Zo interessant. Ja, zeker interessant. Ik denk ook dat het daar naartoe gaat. Ik geloof ook dat de mensen die zeiden dat internet dood was, het ook meer gebruikten als om aandacht te vestigen op nieuwe ontwikkelingen. Dat was sowieso inderdaad een kop die bedoeld was om aandacht te trekken. Ja. Ja. Maar goed, in de tussentijd hebben we natuurlijk ook die IPO van Facebook gehad. En daar hoorde ik een heleboel mensen zeggen van, oh wat gaaf, wij geloven echt dat Facebook 100 keer hun winst waard is. Normale bedrijven die zijn ongeveer 20 maximaal, misschien in een normale situatie 8 keer je winst waard. Maar Facebook is dat 100 keer. En hebben dus nogal een belofte in te lossen. Ja. En dat wat mij verbaasde was de mateloze optimisme. En waar hebben we dat ooit eerder gezien, hè? Ja, 2000, 2001. Ja. Maar, ongelooflijk. Maar het is ook... Ze spraken het ook uit. Ze zeiden van, oké, we weten dat... Of we vermoeden dat Facebook op een enorm idee zit die enorm veel geld op gaat brengen. Ja. We weten niet wat het is. We weten niet eens of het er is. Maar we vermoeden het. En dus is het de investering waard. Nou ja, goed. Maar kijk, dat is gokken. En wat ik heel interessant vond, was dat mensen kochten zo'n ding? Zo'n aandeel. Ja. En die dachten dan van, nou ja, misschien wordt dat, waarschijnlijk wordt dat meer waard. Ja. En toen bleek het niet meer waard te worden. Ja. En toen zijn ze Facebook gaan suen. Wat? Ja. Wat nu al? Ja. Dan denk ik van, hé? Maar dat kan niet. Jij gokt toch? Ja, precies, ja. Dat is toch niet de schuld van Facebook dat het niet zoveel waard blijkt te zijn? Nee, hoor, dat is sowieso met investeren en aandelen kopen. Dat is een gok. Ongelooflijk. Dat moet dan proberen ze een calculated gok van te maken. Maar, maar ik vind het nog steeds... Het blijft een raar fenomeen. Want het betekent dus dat de waarde die mensen, die Facebook nu hangt aan één persoon, zegt dat dat 10 euro is. Ja. Dat in de aankomende tijd, om de waarde van Facebook ook daadwerkelijk te verzilveren, zou het 100 of 1000 euro per persoon moeten opleveren. Ja, ja, ja. Dus dat wij per jaar ongeveer flink aantal euro's uitgeven bij Facebook of via Facebook. Dat is best een interessante gok die je dan maakt. Ik denk dat mensen niet heel goed hebben nagedacht toen ze dachten dat het zo veel waard zou zijn. Ja.
wie weet. Misschien ook wel hoor, maar ik zie het gewoon niet. Waarschijnlijk. Nee, ik zie het ook niet. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe het gaat. Zeg maar, wat voor ontwikkeling we kunnen zien. Volgens mij kan je daar staan. Ja. Nou, we zien het allemaal volgende week. Of over 2 weken. Ja. Zo. Mooi. Dag iedereen. Doei, tot de volgende keer.